Welkom bij de Vierkante Paal, aflevering 35 al. We hebben net Tottenham een pak voor de broek. Nee, nee, we hebben eigenlijk echt kanslos verloren in Londen. Maar geen probleem, we praten vandaag na met twee van onze favoriete gasten. Ik ben Thomas Slimbroek. Ik ben Hans Bressing. En ik ben Vincent Virus. En samen zijn wij het oorlijke trio van de Vierkante Paal. Welkom. terechtkomen van uw stoel om dan te zeggen ik ben Hans Bressink. Gij is een baas. Ja, jongen, ik nog uh, nogal een, een luie mens, dus ik, ik ga ver naar achteren en ik wist niet of dat uh, genoeg zou dragen voor de micro. Ik heb maar uh, een, een zwak stemmetje soms. Een mm. uh, goeie keuze alleszins uh, om uw echte naam te gebruiken, want ik zag vandaag heel wat passeren van, uh, van aliasen van jou. Hazen Dressing is mijn nieuwe favoriet. Uh, ja. Mag je hebt nog een nog keuzen uit Hans Red Magic, Hut Hanske, Porno Hans? Ook een favoriet, maar is al een oude. Dat zal nog niet al een oude. Verschiet ervan als... dat hier nog altijd meegaan, Daar moet je ook altijd verhalen vertellen, dat je dat goed in hebt. Ja, ik ben deze week te weten gekomen dat er uh, collega's meeluisteren en zo. Dus <laughs> ik ga uh, dat kan ik, ik kan dan laten voor wat dat is. Uh. Ja, ik kreeg uh, de mannen ineens een berichtje van iemand van de personeelsdienst uh, naar aanleiding van de podcast, dus... Uh... <laughs> We, 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 we gaan er even mee wachten met die verhalen. Ja, het is niet Je hebt cursus bij HR over uh, gevoeligheid. Uh, ja, oké. Okay. Uh, een, een flatterende bijnaam is de burgemeester van een Bosel natuurlijk. Uh, maar oké, okay. Hans Bressing, uh, ook leuk om gewoon in mijn echte naam te gebruiken. Virus! Virus! Bonjour! Er je nog een ander, andere bijnaam dan gewoon de virus? Uh, nee. Vini, ja, Vini wordt soms wel aan Vincent gemaakt, maar dat is ook niet bepaald origineel. Hè. Nee, dat is dus uh, nee, ik vol, niet. He? Een, ik, ik heb niet echt zoveel bijnamen eigenlijk. Want Virus is ook niet echt een bijnaam, het is gewoon mijn mm. achternaam. Uh, maar dat wordt, wel, uh, dat wordt wel vaak gebruikt, dat is waar. Okay, niet zo de Bijr de van Edegem of zo? Uh, ik weet niet. Uh, nee, ik weet wel. jij weet hoe ik eruit zie? Ik ben geen Bijr. <laughs> dus ik, de Asperges van Edichem zou nog kunnen nemen de <laughs> <maar, lacht> Dat gaan we niet doen. <laughs> Oké. Okay. Uh, boys, um, het is ondertussen al uh, 24 uur geleden bijna, dat we uh, hebben verloren van Tottenham. We moeten daar eerlijk in zijn. We hebben verloren. Terecht. Um, en we gaan even uh, die match terug overlopen. Hè. We gaan dat niet minuut per minuut doen. Ik kan al onze kansen toch niet tellen. Uh, al... <laughs> dus we, gaan, we gaan dat gewoon uh, per hoogtepunt doen of zo. We zien wel. We uh, beginnen met de opstelling, Hans. Uh, toch wel opvallende namen, Leko. Je hebt gekozen duidelijk om wat rust te, te geven. Ik zal het even zelf uh, opsommen en dan geef ik het woord. Geen Dalaat, geen een Bocani, geen Juklerud en geen Miyoshi. En ook geen Bute, daar komen we nog op terug. En uh, Gerkes, die mocht niet meedoen natuurlijk, omdat hij iets een keer positief had getest en dan terug negatief. Maar bij de UEFA maakt dat niet uit. Dus ja. Uh, een, een, een door elkaar gemixt elftal, Hans, waarvan de je Ja, ik vond. Het was misschien door elkaar gemixt, maar de basis stond er nog wel. Hè. Op middenveld, Haroun en Ongla. Van achter de, de vaste drie man, uh, Bouta en Lukaku, die komen, erbij. Allee, die komen er wel op op de flanken. Maar dat is uiteindelijk helemaal hetzelfde systeem. Alleen uh, Girkus vervangen door Binson. Dat, ja, dat is toch een ander type voetballer. Uh. Ik ben een waanzinnige Benson-fan trouwens, dus uh, ik vond dat helemaal niet erg. Ik vind dat, dat zo'n schattig baasje. <laughs> ik zit niet zo graag bezig. Eigenlijk wil ik die zo... Ja, het liefst van alles zou ik zo'n Benson in huis pakken en zo in een, hoek, <laughs> in een hoek van mijn living zetten en gewoon blij wezen dat hij er staat. Dus elke ja, keer dat hij speelt, ben ik content. He, he, heb je hem gevraagd voor de Sint misschien? God, ik heb niets gekregen van de Sint, dus ik zal misschien uh, volgend jaar meer geluk of uh, de kerstman of zo hè. ja vooral onder de kerstboom en, uh, een een binsonneke uh, wat van de jij van uh, ja, alle, alle B's die zijn uh, ingekomen <laughs> je mag dan niet zeggen dat het een beelaftal is maar wie komt erin buta buta uh, benavente Benson en peranvent en lukaku maar wat vonden jij ja, ik, vond dat een, uh, ik vind dat inderdaad dat het geen B-elftal was. We weten allemaal dat een Buta, als hij op zijn best is, eigenlijk ook in, da, in de in deze elf hoort. Dat een Lukaku beter en beter aan het schotten is. Dat, dat zijn mannen. Die Benson evenzeer. Die heeft ook een paar keer al heel dichtbij gezeten zo, en net op een slecht moment blessure gehad. Dus dat, dat, dat is wel anders dan de vorige wedstrijd, maar dat is niet per se bij mijn B-elftal, vind ik, naar Ginter zijn gegaan. Wel, ja, het is wel opvallend als je. Als je zo dieu eruit haalt, dat vond ik wel zo. Ah ja, oké. Okay, want dat verandert je spel helemaal als je een halve dieu letterlijk in de plaats zet. Ja. Uh, op dat soort uh, wedstrijden, waarin een tegenstander normaal intrinsiek beter is, kunnen een targetman aan zich wel gebruiken. Ja, bon, hij koos voor een valse negen. Uh. Ook niet verkeerd, ja. daar niet van. Maar dat was wel zo'n verandering in het systeem of zo. Mm het -hmm. was geen een-op-een-wissel. Ja, dat vond ik toch ook heel opvallend, want uh, iedereen was voor de match bezig. Ja, Lukaku erop, hè, dan kan hij hoeveel voorzetten smijten. En in elk groep waar ik <laughs> gezet heb ik gereageerd: ja, maar naar wie? Uh, naar hij en Binsen of Gaan die op elkaar schouwers kruipen of zo? Dus uh, ja. Ik we snel langen vond... overal aan. Ja, we weten dat hij een geweldige voorzet heeft, maar ja, dan, uh, ja, er stond niemand om hem binnen te koppen. Dus uh, nee. we waren er daar niet zoveel mee. We hebben die lengte, of het gebrek aan lengte ruimschoots gecompenseerd door in de goal een uh, Alireza beiran van te zetten, eindelijk. Ik heb er naar, uh, naar uitgekeken en uh, ik vond het wel schitterend om hem daar te zien. Uh, gewoon, Ik vind dat een komisch figuur. Ik zie er zo dat ik een uh, filiberekje, dat doet in mij aan denken, qua kapsel en zo. Dat komt precies recht als een cartoon. Uh, op die teamfoto voor de match stond hij dan zo... Hoewel hij twee meter groot is, gaat hij zo op zijn type staan. <laughs> dat ik, het. Ik, ik neem mijn nacht al helemaal gestolen. Ik vind het geweldig. Um, en we hebben er zeven minuten op moeten wachten. Maar dan was het zo ver. Ah, goeiedien. Ah, goeiedien. Oh, en ver, oh, jongens. Dat is onwaarschijnlijk, hè. Omdat je, je weet dat dat, dat dat gaat gebeuren. Dat gebeurt en toch valt je mond gewoon helemaal lopen. En ik was echt... Eigenlijk zo blij als een klein kind, van ja, ja, het is, echt, het is niet alleen dat filmpje van op 2K. Je kan echt zo vergooien alsof het niks is. Want het is niet gewoon vergooien, het is ook alsof het niks is. Hè. Dat is mm -hmm. geniaal. En ik denk wel uh, nuttig. Um, dat is echt wel iets dat je kunt gebruiken in je spel als je dat weet, dat je keeper dat kan en je kunt daarop anticiperen. Dat is echt iets nuttig mm -hmm. Als we het ook precies doen natuurlijk. Uh, maar ik denk dat zijn uitworpen alleszins uh, preciezer zijn dan ze zijn uittrappen. Want <laughs> dat, dat was zeker een levensnaal ja. iets minder. Ja, dat heb ik ook, uh, ook weten te merken. Dat zal ook wel een beetje zenuwen zijn. Maar het is net dat je zegt: het is wel zo'n figuur of zo. Het is een persoonlijkheid of zo. En dat, dat zorgt er wel voor dat het past bij een Antwerp. Mm -hmm. Het is iemand met een verhaal aan, uh, los van zijn levensverhaal, gewoon als hij die. Die staat en Ik denk die van Tottenham gaan die mensen ook onthouden hebben. Mm -hmm. uh, en Boya ook, denk ik, maar straks. Maar ze gaan, ze gaan, ze gaan bijna onthouden hebben. Als van, daar staat wel iets in de goal, precies, uh, bij Antwerpen. Dus uh, ik was daar wel blij mee, eigenlijk. Ja, ja. Uh, nog even voordat we de grote de show starten. Want we hebben er ook veel vragen over gekregen van luisteraars. Uh, ik vond ons wel wat zenuwachtig starten, uh, zacht, zacht uitgedrukt, uh, Hans. Um, het liep niet uh, echt in die eerste minuten, vond ik. Nee, maar ja. Uh, groot stadion. En toch, we zeggen wel, je ge blijft met dezelfde opstelling spelen, maar toch wel wat nieuwe namen. Die moeten terug aan elkaar gewoon worden. Uh, uh, op links uh, Batubisika en Lukaku, die hebben daar nog nooit samen gestaan. Uh, Benson en Buta, dat is ook zo nieuw. Alhoewel dat ik dat verder in de wedstrijd wel heel plezant vond. Die, die mm. vonden elkaar wel goed. En ja, nog eens spelen voor publiek. Hè. Ze zijn dat niet meer gewoon, hè. De, de laatste keer was op Ludo Goretz. En dat is, oh, dat is al een eeuwig geleden precies. <laughs> dus uh, ja, ik denk dat dat zo'n beetje... Ja, en ook gewoon, het moest niet meer, hè. Mm. En, we, en we ook niet heel de match dat gevoel gehad van... Ja, wat kunnen wij die match nou spelen? Gewoon wat pinten pakken. En op het einde van de avond zijn we toch sowieso content, hè. Allee... Dat, gevoel dat ja, ik, toch... het is bij mij doorheen de match pas gekomen als ik merkte van Tottenham is, 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 is uh, wel goed en wij zijn ook niet zo, zoals we waren thuis tegen Tottenham. Op het moment dat je voelde van vroeg of laat gaat de wet van de sterkste hier beginnen spelen, had ik zoiets van het is, het is niet erg. Het mag, het, het, het mag gebeuren liever. Niet zolang dat 0-0 blijft, houden we daar toch een beetje aan op. Maar het was niet erg. Op het moment dat hij een goal ook valt, ja, oké. Ja, oké okay. okay, dan. Op deze ja. manier, dan. Safa. Ja, na die, uh, die openingsfase doen we toch uh, redelijk goed mee in de eerste helft. Het blijft 0-0, uh, um, uh, Tottenham heeft wel een aantal kansen, maar dan komen we terug bij de Bera van show. daar komen we direct aan. Um, en wij hebben ook een, een, een mooie kans, een uh, mooie actie op rechts, de uh, favoriete flank Hans met Benson en buta Dan Haroun, die echt heel slim uh, Benavente in het straatje stuurt maar dan Benavente, ja, de, doet er net niet uh, uh, iets goed mee, zal ik zeggen, Vincent. Uh, das, dat, dat lijkt mij echt matchritme achtige dingen. Mm. Uh, want tu tuurlijk kan hem die een bal beter en doelgerichter meenemen en weet je dat ook dat dat moet. Maar dat is, dat is van net niet scherp staan of weet ik veel wat dat hem die dan te veel mee naar buiten meeneemt waardoor die een hoek onmogelijk wordt. Wat heel spijtig was, want dat was een schoon actie, zoals mm. het inderdaad wel een paar langs die kant waren met, met Boetha Benson en Benavente kwam daar vaak ook mee voetballen. Dus denk, slash hoop, dat dat dan het plannetje was, denk ik. Van, eh, met, met dan een halve bokaner dat we zeiden in lichaamslengte. was van, oké, okay, we gaan dan niet de voorzitter van Lukaku pakken. Maar we hebben daar drie uh, kleingasten die heel goed kunnen shotten samen. En met wat driehoeksjes links en rechts erdoor kunnen komen. Nou, uh, als je mij op voorhand had gezegd dat dat onze enige kans van de match uh, had geweest. <laughs> Want dat bleek zo te, te zijn. We hebben uh, op heel de wedstrijd uh, één, één doelkans. Die van Boya in het helft telde niet mee, blijkbaar. CHOCKERend nee. <laughs> genoeg. Nee. Uh, ja, de eerste helft kunnen we daar kort over zijn. Maar natuurlijk nog wel de Ruim van 't. De meningen zijn dus heel uiteenlopend over hem. Um, hij heeft het, uh, het uitstekende met het middelmatige of het zwakke afgewisseld, om het uh, zo te zeggen. Hij gaat in die eerste kwartier of zo. gaat hem al twee keer onder dan nog een bal door. Terwijl hij dus. Anders, wat, wat, wat denk je dan als je dat ziet? Oh, ik vind dat wel goed dat je dan zo. Nou, die eerste keer ze toch eens een tweede keer nog doet. Alleen dat je <laughs> blijft proberen. Ik, uh, ik, uh, bij, mij, bij mij lukken er ook altijd heel weinig dingen van de eerste keer. Ik ben zo iemand dat nogal rap durft opgeven dan. Dus hmm. ik heb respect voor mensen die wel blijven proberen. En dat, dat heeft hem toch gedaan. Maar ja, het was duidelijk dat er uh, ja, stress was. Stress was. Allee. Het is ook niet simpel, hij debuteert maar eens uh, tegen Tottenham. Je, zei, uh, je, zei, uh, je hebt nog nooit buiten Iran gespeeld en ineens uh, mochten op Tottenham debuteren. Ja, dat, uh, dat is er niet zoveel gegeven, denk ik. En hij heeft lang geen match meer gekipt ook. Die zit hier wel al eventjes. Dus... Ja, klopt. Uiteindelijk is het uh, al half december en die zit hier terug van. Ik zou het moeten opzoeken, maar hij is in juli wellicht. Ja, veel getraind. Mag ik hopen. Um, Uitvoetballend kan het ook soms uh, beter, denk ik. En, allee, eigenlijk is het een compliment aan Jean Bouté, die ook vaak in het spel betrokken wordt en daar toch iets beter zijn uh, plan mee kan trekken, had ik de indruk dan onze vriend bij het virus. Uh... Ja, ik vind dat een hij heel, een heel goede pas in de voet heeft en, en neemt daarbij wel vaak risico's of zo. Uh, maar het loopt niet al te vaak fout af, vind ik eigenlijk. Mm -hmm. Dat mag ook niet, ja. natuurlijk, als je laatste man staat. Maar uh, allee, het, uh, we hebben een, een tijdje geleden het gehad over het soms eindeloos breien achteraan. Mm. Ik heb bij gelei het gevoel, als hij hem, hem kan uh, hoger op het veld spelen, dat hij het ook altijd zal doen. Dat er geen haar op zijn hoofd is, dat ik, denk, ik ga hem toch voor de zekerheid nog eens, uh, nog eens breed leg. Als hij hem, als hem ruimte ziet, dat hij hem altijd gaat trappen. En dat is goed, want dat is exact waarom we hem uh, binnen hebben gehaald. Ik had het eigenlijk over Jean Buté, maar als jij als ge, Ah, sorry! Als zat met je lijn in mijn hoofd... Sorry. <laughs> Amai, ja. Al die Franse namen, de dat is niet simpel, hè, jongens. Nee, dat, langs, dat dat langs, Frans. In Vlaanderen, Vlaams, zegt de virus. Ja. Nee, nee. Uh, <laughs> uh, Buté dan. Ja, het, het ding is... Ik heb, daar, ik heb daar in een auto naar huis, na het werk, over zitten nadenken. En die twee hmm. zijn zo verschillend. Uh, nee. Bij bijna heb de voortdurend het gevoel... Hier kan iets gebeuren. En bute is een ijskonijn. Dat, dat is zo omgekeerd. Die is zo kalm, altijd. Zelfs als, als je zoiets hebt van, misschien moet hij toch iets minder kalm zijn. Mm -hmm. Dus die vergelijken, denk ik, is moeilijk. Ik denk dat het eerder een, een, bijna een, een stijlkeuze is, of zo. Ja. Want bij Rembrandt uh, hebben we nu net wat mindere punten van hem opgezond, maar uiteindelijk... Uh, hij heeft ook uitstekende dingen gedaan. Een paar keer heel goed uitgekomen, uh, ver uit zijn doel. Uh, in de voeten gedoken. Uh, een paar knappe reddingen gedaan. Um, ja, allee... In de eerste helft kregen ze wel de indruk van elke fase van Amai. Amai, nou hebben we erin en aangetrokken. Had jij dat gevoel ook, Hans? Uh, ja, dat, dat wel. Ik had, ik had zo een, een heel hard ristovic gevoel eigenlijk bij bij ik Ook. <laughs> Absoluut. Ik, 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 die, die, die mens heeft alles om een cultfiguur te worden op de Montbazale. Los ja. van butet, want ik, ik ben een waanzinnige fan. Maar daar gaan we waarschijnlijk nog op terugkomen. De keuze bij dan van bute. Maar mm -hmm. ik zat nog die match te zien en ik had echt zoiets van: ja, dat is precies Ristovic. En dan in een tweede helft gaat hem dan ook zo. ja, doet hij zo'n beweging voor beide verdedigers. En, ja, dat was Ristovic vroeger. He, mannen kunnen uitkappen En uh, dan pas de bal wegtrappen. Ik had zoiets van: ja, de, de Predragsen, en opvolger is er. Ja. We zullen, en dan is inderdaad al direct overschakelen naar die vraag. Want zowel uh, Veronique Sas als uh, Jurie de Vuist hebben die ons gesteld op Twitter: um, wie houden we als eerste uh, keeper? Um, uh, ja, wie, wie moet er zijn kans krijgen in de volgende competitie, Match en uh, Virus? Ik, uh, ik zou Buté houden, omdat ik niet vind dat we met een keeperprobleem zitten. Mm -hmm. uh, ondanks wat er op geen gebeurd is, dat is eerder een accident op parcours dan een, dan een probleem. Uh, en ik zou er dus ook geen ja, creëren. Want als je nu plots gaat wisselen en er gebeurt weer een accident op parcours, je kunt niet dan bijna van het ook afschrijven. Dus ik zou het nu wel even houden. En, en, en dit soort wedstrijden en bekerwedstrijden en weet ik veel wat, en, en we hebben er toch veel op korte tijd nog altijd. Uh, gebruiken om bijna van het af en toe te laten spelen, maar ik zou niet nie wisselen. Nee. Nee. Hans, wie zit jij erin? Ik, uh, ik ga ook voor Jean Buté. Uh, de, de vraag van Sassi is heel goed: want we hebben juist vorige week het Jean buté front opgericht, we waren precies <laughs> na de match tegen Gink. De enige twee die Buté nog waren aan het verdedigen. Mm. En ik, ik vrees ook gewoon. Allee, ik vind, Buté buiten die fout op Genk en dan ja, misschien in bal van Dissers dat hem niet goed duikt. Vind ik dat hij ook nog niet echt uh, onze punten heeft gekost of dingen fout gedaan. En ik denk, als je hem nu gaat vervangen, dan gaat hij een keepersprobleem creëren. En ik heb het vorige keer al gezegd: Leco heeft dat bij Club Brugge gedaan. Dat is hem heel zuur opgebroken. Mm -hmm. Hij heeft nu twee goede doelmannen. Verbrandt hij niet zomaar. En na nou, de winterstop kun jij nog zien. Hè? Maar ik zou deze reeks matchen wel sowieso verder doen met Buté. Nou, ja. duidelijk, duidelijk. Uh, maar toch. De statistieken uh, zijn wat ze zijn, hè, jongens. Gij uh, je vindt, die... vindt het omgekeerde waarschijnlijk. Nee nee nee, ik kan gewoon ah. de wetenschap laten spreken. Ik, ik heb geen <laughs> okay. uh, De uh, sofascore, uh, die mij tot voor dit seizoen onbekend waren, maar die komen altijd met hun elftal van de week uh, niet alleen naar de Europa League wedstrijden, uh, maar ook wel. 7.9 voor bijna van het klets in het team van de week. Dat is trouwens al bij mij weten. de vierde of vijfde keer van die zes uh, groepswedstrijden dat wij een speler in dat team van de week hebben. Toch wel indrukwekkend als je weet dat er 48 teams meedoen aan die groepsfase. Um, dus voilà, dat is al mooi. Um, hoe heeft hij die 7.9 verdiend? Want als ik op uh, Facebook ging lezen, dan had hij hem 1-0 op zijn klakken. Dat was zijn schuld. En hij, op een andere plaats op Facebook lezen dan: Ja, dat was het, bijna een wereldsafe virus. Zit jij in kamp op zijn klak of kamp bijna wereldsafe? Uh, uh, zeker niet op zijn klak. Of, een wereldsafe dat is ook weer zo'n groot woord. Uh, ik, allee. Dat zijn van die moeilijke zwevende ballen. Hè. Dat is echt geen cadeau. en... en, en... Ja. Ja, ik weet ook niet. Ook al staat Garrett Bale daar, dat je dan nog moet verwachten in 2020 dat hij zo komt. Uh, anderzijds, ja, dat was wel van ver. Dus, uh, wereldseef is misschien dan weer overdreven, maar het was een goede redding. Dat is duidelijk. En dat heeft pech dat er niemand volgt. Uh, wat veel schadelijker is dan dat hem die tegen de paal tikt. Ja. Dat, is, ja. dat is pech. Hè. Dus ik vond dat eerder een goede redding waar pech aan volgde dan ja, een wereldseef maar zeker geen flatter of zo. Nee. Ja, de die mening werd dan uh, onderbouwd met het ding van ja je moet dan nooit niet met je twee handen naartoe gaan zo'n bal is iets um, voor mij aan te doen en over de lat of, of naast de paal te tikken. Daar ken ik te weinig van. Ja, en, ik uh, ook niet tegen een keeper. Uh, de is heeft wel uh, 15 jaar in doel gestaan, dus uh, we zullen zijn mening vragen eens. Ja, ik stond alleen in doel op de speelplaats en dat waren kleine dus, uh, <laughs> techniek. Daar, daar heb ik dat probleem zo niet met dat duiken en zo, maar ik vond. Uh, Volgens mij heeft hij dat punt al gescoord in de eerste helft. Dat hem gewoon heel zijn klokkenspel in de strijd smijt om die ballen tegen te houden. Ik vind ja, daarvoor wel heel we erg keeper van de week. Hè. Dat vind ik eigenlijk nog het strafste. Ja. Dat je keeper van de week wordt. Ondanks dat je 2-0 verliest. Ja. ja. Dat, uh, dat moeten voor de rest toch. Want het SoFA-score is louter gebaseerd op statistieken. Dat moeten toch waanzinnig goede statistieken hebben gehaald. Of mm -hmm. die hebben er ergens een statistiek in zitten over uitwerpen of zo. Hoe verder dat je werpt, <laughs> hoe meer punten dat je krijgt. En dat is de enige die punten krijgt. Uh, maar ja, die, die, die redding zelf. Ja, ik... Op het moment zelf dacht ik dat dat het moet hebben. Hè? Dat dat beter mm. moet pakken. Maar ik heb ondertussen mij laten overtuigen door mensen die er meer van kennen. Uh topkeepers uit het katholiek sportverbond en zo, dat, uh, <laughs> dat het toch allemaal niet zo simpel is. Dus nou. ja, als uh, onze vriend Dylan zo'n dingen zegt, ja, dan, dan geloof ik dat direct. Hè. En uh, dan herzie ik mijn mening. Nou, oké. Okay. Um, ja, het wordt 1-0. Um, dat is al na de pauze natuurlijk. In de tweede helft spelen we ook zonder Refailoff, want hij was in de kleedkamer gebleven. Ook wellicht om de reden uh, dat hij wel wat rust kon gebruiken. Uh, en om zijn uh, gouden schoen uh, al wat op te blinken. En uh, aan Poma komt er dan op met, uh, met rust. Uh, Sek die pakt in een eerste helft al geel. Die ontsnapt daar aan zijn tweede geel, volgens Filip Joos alleszins. Um, bij die fout waarna het uh, doelpunt volgt. Ik vond dat eigenlijk zijn eerste geel licht. En alleen voor dat duwfoutje. Uh, uh, waar het even hebben. Het volgt zou ik ook nooit geel geven. Maar het, het, het ziet er altijd zo bruut uit natuurlijk als, uh, als seks zoiets toe, Vincent? Dat is ook... Of Hans, sorry. Hey, die is... is zo groot, hè? Dat is... die, ja. die kan zijn lichaam ook niet wegtoveren. Dat is er, hè? Mm -hmm. Dat is echt een olifant in een porcelijnwinkel. En, en die heeft er, allee, want Ik denk, tegen Genk was er iemand die een fout... Uh, Alleen, kreeg hij de fout mee, zeg. En ging je ook naar naar een arbiter van ikke? Ja. Een duw op zich. Dus ja, dat, dat, dat geeft aan hoe dat je waarschijnlijk, als je echt op dat veld zijn dat imposante figuur voor je ziet, hoe makkelijk het er misschien is om die dan een fout tegen te fluiten of een kaart te geven. Ik kan me daar wel iets bij inbeelden. Ja, ja ik, ik, dat is ook een van mijn eeuwige frustraties in het voetbal. Gewoon dat uh, van die afgetrainde platanen van atleten zoals ik, uh, die daar in de verdediging <laughs> tegen, tegen van die. Ja, van die kleine mannetjes uh, opnemen en je ge geeft er een beetje een duiken aan, dan vliegen die in de lucht. Maar als je exact hetzelfde doet, of een kleine doet een fout tegen, tegen een grote, dan wordt dat helemaal anders beoordeeld. En ergens klopt daar iets niet in, die, in de reglementering. Sinds het voetbal begonnen is uh, 150 jaar geleden, heeft er nog nooit iemand zich mee willen bezighouden. Maar ergens blijft dat zoiets raar. Dat, ja, een grote mag tegen een kleine veel minder doen dan, dan twee grote tegen elkaar. Of dat, je snapt wat ik bedoel. Zwat, we gaan de regels hier niet veranderen. Zijn <laughs> um, jij nog altijd gestopt met roken, Thomas? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, 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 ja. ik ah. hou vol. <laughs> <laughs> maar dat hier niet snel gaan meevallen... Uh, nee, nee, ik, 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 ik hou vol, ja. Ik, ik, ik go 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 goed bezig. Ik, al zit, maar... ik zei goed to bezig. Ah, dankjewel. dankjewel. Um, we blijven gaan. Uh, Tottenham bleef helaas uh, ook gaan. En die uh, José Mourinho, uh, die... Die dacht na de 1-0 echt zo van: uh, fuck this. Het is na 1-0 na we die van Antwerpen vernederen. Want dan brengt hij gewoon nog even doodleuk uh, Kane, Son zon in uh, een dombeledering. Uh, mijn mond viel wel even open. Hans, <laughs> <Anders> was het <dat laughs> goed? Ja, ik, uh, ik zeg het. Ik, bij de rust had ik nog hoop. Hè. We gaan hier op een puntje spelen. Ik dacht, voor de match was Mourinho zo ontknuffelen met Donofrio en met Leco. dacht, dat komt hier goed, hè. heel vermoedelijk. Ja. Maar ja, dan brengt hem die sterren er inderdaad in. Uh, well. Voor mij deed de match... Allee, dus de match deed er nog wel toe, maar... Mm -hmm. Ik ben al zo blij dat we naar die volgende ronde gaan, want dat had ik totaal niet verwacht. En nou. is dat nu als eerste of als tweede? Uh, ik, heb, ik, heb nog, ik heb zelden zo gemakkelijk een verliesmatch van Antwerpen kunnen verteren als gisteren. Ja, mm -hmm. nou, duidelijk. Um, dan nog even snel voor de record. Het wordt 2-0 uh, 71 de minuut. Harry Kane uh, speelt uh, Los Celso aan en de tikt overhoeks binnen. Oké, okay, Sava, klaar, gedaan. Onze invallers, jongens, um, aan dus met de rust. Boya, Jukluut, Miyoshi en uh, Verstraten, Birger Verstraten, vooral Delikat. Die vallen in. Uh, ja, meningen, uh, Vincent? Heb je... je iets klaar zitten? <laughs> uh, ja, ja, ik denk het wel. Uh... Ik uh, moet zeggen dat we nu stilaan toch een, een voldoende uh, speelminuten ver zijn dat ik van Ampoma zowel dingen begin te verwachten, uh, mm -hmm. om het zo te zeggen. Uh, uiteindelijk, met een helft is toch een, ja, er blijft mij geen enkel Ampoma-moment echt bij. En als mm -hmm. je wordt ingebracht op de helft, als 0-0 is en oké, okay, je krijgt er twee om je klak. Maar dan nog, da, 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 ja, ik weet niet. Dat is toch te weinig. Dat is toch, dat is toch te weinig. Ja, ik denk in, Emel in het begin zijn eerste paar optredens in het, begin van het seizoen tegen Zultewagen, als ik me niet vergis, uh, ja. dat is al uh, degelijk. Hè? Maar het is, het is wel weggedemsterd bij Ampoma. Ja. En dat is spijtig, want dat is wel iemand die, die, die van de invallers redelijk wat speelminuten krijgt, en dus waarschijnlijk op training goed is of qua profiel goed, matcht, en dus zo iemand in de vorm kan een, kan een match beslissen. Als die uh, zondag in de 70 e minuut invalt en je doet daar een knaller invalbeurt, dan, dan kan dat de match omdraaien. Uh, maar dat gevoel hebben we nu niet. Je hebt niet zo van: Ola, Ampoma komt erop, er gaat zeker iets gebeuren. Die kans komt er deze helft. En ja, ja die kwam dan ook niet. Nee, bij Ampoma komt het er nog niet echt uit. Frank Boya, die heb ik ook al uh, degelijke dingen zien doen bij vorige invalbeurten. Uh, tegen Tottenham niet zo, hè Hans. Nee, ik dacht eigenlijk dat uh, de Vincent met zijn roast ging beginnen van uh, Frank Boya. Ik, uh, nee, ik heb het dacht, op een plateau gekeken. Ik dacht, maar... uh, uh, ik hij kondigt straks al aan, maar hij begint over ja. aan poma. Dus, uh, <laughs> ja, oh, dan uh, dat zal ik hem maar nemen. Hè. Uh, <laughs> dat is zo... Dat is zo, ja, dat is onze nieuwe Yatabaré. Dat is zo wat... Die, die, hmm. die, die jongen kan soms iets geniaal doen met, met, met de bal, maar soms is dat zo'n Zo'n sukkeltje, zo'n zorgenkindje. Ik heb, uh... heb Yatabaré ooit tegen zijn eigen hoofd zien shotten op Eupen en neergaan. Ja. Ik verwacht van Boya ook nog zo'n ding. Adding Scroen was dat, denk ik. Ja. Nee, dat was op Eupen. Twee... Dat heeft hij misschien twee keer gedaan. Ja. Uh, <laughs> en, en... Maar dan, dan weer heb ik Yatabaré op STVV ooit. Uh... Puddike Winter ja, een ja. geniale match zien spelen. Ja. En, en dat was echt zo. Elke match opnieuw zetten daar welke Jata Baré gaan we vandaag krijgen. Mm -hmm. en, en volgens mij wordt dat met Boya juist hetzelfde. En ik doet had die mens dat zelf? Zo... <laughs> uh, uh, Smaakt hij een centje op, kop uh, co of Lit? Of dat is misschien hetzelfde. Uh, daar was ik over twijfel of dat kop of Lit hetzelfde is. En of uh, en dat hij op basis daarvan beslist uh, ik kon het vandaag eens goed doen of ik kon er zo wat met mijn klak in smaten, want uh, mm -hmm. ik ben wel fan van zijn man bun ik, uh, nu, dat, nu, nu dat de coiffeurs dicht zijn in mijn haar dat blijft maar groeien ik ben ja. ik ben aan het twijfelen om een coupe ja. boya te pakken oké okay. van, dat, van Koep benson naar een coupe benson of een coupe boya ja benson Porno heeft dat Vegas. ja heel goed heel goed <laughs> nee maar ik uh, ja je? ja de, de roast waarvan sprake... Ja, die die komt er ook niet, omdat ik het gewoon bizar vond. Ik vond, ik vond dat er bizarre dingen gebeuren. Hij is dan een keer mm -hmm. al op buiten geshot, ge terwijl er echt toch al wat opties waren. Hij heeft dan een keer van op, van op 30 meter denk ik, op goal getrapt. Dat was niet een... Uh, een dat, waren, dat waren zelfs geen ziekenhuisballen. Dat was niet van... Er zat iets in het hoofd en we gaan dat proberen en mm -hmm. dat mislukt grandioos technisch of zo. Dat waren precies kleine kortsluitingskes. No. Uh, en... Daarmee dat ik, ik zoiets heb van, ja, dat, dat moet dan de omstandigheden of zo zijn die je moet onder de indruk zijn of die je moet ergens last ja. hebben. of, een of ander, dat, dat moet een reden hebben, omdat het onlogisch was. Of zo. Mm -hmm. ik, ik vond ook wel um, in de tweede helft, en zeker vanaf dat de invallers erin kwamen, automatismen en zo, en ik vind dat een vervelend woord, wordt heel vaak uh, uh, gebruikt om, om leegtes te vullen, dat je niks weet te zeggen over voetbal. Maar in dit geval was dat echt heel duidelijk. Hè? Er, er vielen... Uh, ja, vanaf dat iemand aan een bal kwam en de helft van Tottenham betred, dan, dan wist niemand nog wat hij moest doen. En dat is wel een groot verschil met hoe wij in de competitie, allee, of, of met, ons, met ons basiselftal, soms echt heel knap aanvallen op de mat brengen. Nu was het echt het tegenovergestelde. Dat was precies de eerste keer dat die, dat die elkaar zagen uh, allemaal. En ja, en het is moeilijk om daar dan ene schuldige voor aan te wijzen natuurlijk. Uh, ik denk het gewoon, ja, deels omstandigheden, deels het feit dat er niets meer te winnen is. Um, behalve een voetbalbeschet. Um, ja, maar ik, 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 ik wilde een boya in bescherming ja. nemen en, en bij uitbreiding alle uh, middenvelders en aanvallers, um, want Miyoshi ook niet zijn, uh, in zijn gewone doen denk ik uh, bij zijn invalbeurt verstraten. Dat zal ik dan Hans laten vertellen, want anders zeggen we verkeerde dingen. Uh, Hans, hoe van het daarvan? Dit is ene keer heel goed een man <laughs> van Tottenham gaan terughalen. Ik, maar voor de rest ja. ja. Ik, moet, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had al een paar weken niet meer gedronken en ik had nog eens vijf zes pinten op en dat, dat, laatste, dat, dat laatste kwartier, dat, dat, dat is mij niet meer helemaal bijgebleven okay. hoe goed of slecht dat dat was. Dus uh, ik uh, ja, ik zit met een joker zo'n beetje in, want ik heb de, de, de schot van Boya van op 30 meter ook gemist. Ik heb ook ja Ah, ja. Ja, was, dat was zelfs geen schot. Uh... Dat, dat was ridicuul. Dat was meer dan 30, was 40 meter, denk ik, gemakkelijk. En zo, ja, vanuit het niks naar nergens. Joe Hart is er naartoe gewandeld uh, om een bekende cornervlag te gaan halen. Okay. Het, was, uh... het was zo precies nog eens een echte een away day bij mij, maar dan of living. Want <laughs> ik heb delen gemist, omdat ik was gewoon pissen en bier gaan halen. Jij zijn u ervan bewust dat HR nog altijd meeluisteren, in de eens ja, maar dat is minder eerder dan porno, en Want die naam had die ik al op het werk. Klaar, dus, uh... <laughs> <laughs> oké. Okay. Um, ja, die match die, die broebelde ook naar, naar zijn einde. Dus ik uh, laat ons even naar de eindstand in die groep kijken. Spurs eindigt met uh, 13 punten. Wij met 12. Uh, Lask die, die winnen nog van Ludo Gerrits. Uh, en hebben dan uiteindelijk 10 punten. Maar dat kan ons niet meer deren. Wij zijn gekwalificeerd voor de 16e finales van de Europa League, Oh, ho, ho, ho. dat is graaf, hè? Dat is echt cool. <laughs> en, ook, en niet zomaar, hè? 12 punten, dat is, dat, is ook, dat is ook gewoon echt veel, hè? Want allee, als je mm -hmm. dan heel wat groepen ziet, uh, allee, de derde bij ons heeft 10 punten last, dat is echt veel. Ja. Uh, dat is niet in elke groep het geval, dus dat was de spannende groep, om het zo te zeggen. En uh, we hebben onze overwinning tegen Tottenham uh, goed kunnen gebruiken, achteraf gezien. Dat voelde heel hard aan als een bonus. Ja. Uh, op die moment, maar achteraf gezien, is dat waar dat je het eigenlijk haalt. Hè? Ja, absoluut. En voor het uh, de campagne startte, dachten we misschien dat Spurs er ver, dat die 18 op 18 gingen pakken en dat uh, de rest, wij, Laske en uh, Ludo Goretz, uh, ja aan elkaar gewaagd zouden zijn. Maar de, de puntenaantallen zeggen iets anders. Hè. Hansi. Ja, Ludo Gorets, ja, ook zo raar. Ludo Gorits ja. kwam er niet aan te pas. Dat was. Uh, maar ik had dat wel verwacht als ik die ploeg zag. Je weet, in de basis stonden er twee gasten die afgeserveerd zijn bij Anderlicht. Ja, come <laughs> on, hè? Wat, wat moeten je ervan <laughs> verwachten? Dus uh, ja. ja, nee, ik vind. Uh... We stonden terug op de Europese kaart. Hè. Ja, als. als... Er, er straks. Uh, oh, ik... Zeg maar. Ik ja. weet niet of je het gezien hebt, maar. Uh, ja. Antwerp Dynamite, dat de spelers is gewoon verwelkomen. Ik vond, uh, ik vond een geniale spandoek trouwens. Uh. Mm -hmm. De Antwerp tot terug op de kaart, mannetjes. Uh, ik denk, uh, ik denk dat, dat de spelers het ook plezant vonden. Want uh, ik zag dat Ampoma al direct op uh, de pagina van Dynamite was aan het reageren en zo. Dus, uh, Echt? Oh, ja, tof. Ja. Dus uh, dat, dat Harounentrek deelde. Dus uh, ja, ik, uh, die, die missen ons wel. En dan vind ik dat leuk dat je zo met die kleine dingetjes toch aan de spelers kunt tonen: van we zijn er en gasten. Ja. Top, top. Um, nog even uh, enkele beschouwingen die niemand interesseren behalve mij. Maar ik heb een microfoon in mijn neus, dus ik kan ze toch zeggen. Um, <laughs> van alle groepen in de Europa League um, doen er slechts zes teams, dus van die 48, slechts zes teams beter dan onze vijf tegengoals. We uh, hebben vijf tegengoals op zes wedstrijden, oh. dat is weinig. Um, en uh, we hebben ook wel maar acht goals gemaakt. Dat is niet bepaald goed. Uh, van de 24 clubs die doorstoten, zijn er maar 5 die, die nog minder hebben gescoord. Uh, voilà, voilà. Gratuite statistiekjes voor iedereen. Doe er een voordeel mee. Waarvoor de tijd, uh, Thomas? Uh, alsjeblieft. Ja. Maandag, maandag, jongens. Maandag, Hans. Pak ja! Twee, pak twee dagen verlof. Nee, dat kon uh, niet. Te zijn personeelsdienst nog iets kerstkrachtig is. Als ik het is... naar vraag ja van voilà. <laughs> nee het is uh, deze maand nogal druk op het werk dus ik zal wel blij zijn dat ik gewoon kunnen kijken en uh... ja geziek zijn hoe, hoe, <laughs> <laughs> hoe laat is hoe laat is het we gaan zo niet tot uiterste drijven hoe laat is die lotingsjus de... ik dacht om één uur ja om één uit. uur oké okay. ah ja maar ja, ja, dan ja. is dat eerst zo nog Allee. Die, die ah ja, moeten er eerst ja, nog een ja. heel spreekbeurt doen en oh, daar word ik aan betaald van. Hè. Ja, als je tegen half drie inschakelt, dan zullen zul het interessante meepikken. En ik zinne eens dat, zijn dat, dat de, de club weer zoiets voorbereid, uh, zoals vorige keer met okay. een live met Jerome de Wulve met de CC Severin. Ze... Ze hebben mij nog niet gevraagd deze keer. Maar... Vier is Jij wel, moet je uh, Mag ik geen uh, grapjes uh, me meer deze maken deze over Benevente? Ja. Misschien is het top secret virus. Eigenlijk kunnen wij je niet vertrouwen uh, nee. het virus. Ga je ze direct naar Spiegel. Ga je ze de matahari nee, nee. van? <laughs> nee. zien dat ze een van Troje uit Gent hebben weggehaald. hebben ze de virus naar ons gestuurd. <laughs> nee, in alle openheid. Voor keer wist ik ervan dat dat ging komen en deze keer weet ik van niks, Dus we zullen ja. wel zien. Maar Misschien het is dus Jo, dat, dat zou goed kunnen, want ik, ik kan niet. Met dezelfde reden als de vorige <laughs> keer. Ik moet werken. Dus... Een um, ik moet wel zien. Maar ik, ik vond het wel een goed initiatief, omdat dat het belang van zo'n loting uh, naar alle supporters uh, wel nog is zet. Van kijk, we vinden dat belangrijk, we nemen de moeite om daar ook wel omkadering voor te voorzien. Ik vind dat wel goed. Ik vind dat een goede evolutie. Ik Top. vond dat ook, uh, want ik las er wel veel kritiek op in... Flauwe zeever en uh, dit en dat, maar ja. Je zit er een comedian die dat doet. Dus dan weet je toch ook dat dat niet uh, puur over voetbal gaat. gaan. En die pakt elke, uh, elke kans om uh, flauwe zeven te verkopen, eigenlijk. Ik vond dat vermakelijk toen. Uh, het is, uh, niet op, uh, op wereldniveau, maar uh, dat hoefde ook niet. Ik vond dat wel, uh, wel passen. gewoon. Um, ik zat nog even voor de mensen die het zo graag horen, uh, nog even overlopen: onze potentiële tegenstanders. want oh, Dat nou. zijn niet de minste. Krijgen de krebels van. Zal ik, met, ik zal met de, de mindere namen beginnen. Uh, Hoffenheim, Dynamo Zagreb, maar daar zal de Hans iets anders over vinden. Uh, en dan gaan we naar Villarreal, AC Milan, Leicester City, Napoli, PSV, Rangers, Leverkusen, Arsenal, Roma, Ajax, Shakhtar donetsk en Manchester United. Vieris, uh, wat mag het zijn voor jou? Mag ik, wat mag ik jou aanbieden? Ja, ik heb vorige keer gezegd, uh, hoe makkelijker, hoe beter, want we kunnen het toch niet gaan zien, dus uh, dat interesseert het mij eigenlijk niet. Uh, mm -hmm. Alleen dan heb ik het liefst van al zelfs geen grote naam, omdat dat dan spijtig is. Stel nu dat we naar United gaan en we mogen niet mee, dat zou afgrijzelijk zijn. Mm -hmm. um, maar ik vind het moeilijk om uit die lijst dan te kiezen wie, wie, wie zo de meest haalbare kaart is. Je noemt daar Hoffenheim en Zagreb, maar ja... Dat zijn dan ook geen cadeaus. Hè? Er zitten geen cadeaus tussen. Dus ik vind het heel, heel moeilijk. En daardoor ben ik de laatste, laatste uren ben ik misschien aan het schuiven naar. Doet dan toch maar een vette naam. Want dan kunnen we stunten en hebben we niks te verliezen. Ja. Uh, maar dat is dan eerder een, een keuze uit armoede. dan, uh, dan echt overtuiging. Ja. ja, om even te verbeteren: uh, uh, Virus. Hoffenheim uh, is geen grote naam. Hè. Inderdaad. Luwagi is ja, maar... in een groep zonder grote namen. Hè. Is gezien. Ja, maar ja, ik, uh, ik, ik zou dat toch niet onderschatten. Hè. Die mannen gaan er alles op inzetten. En, ja, het is en blijft de Bundesliga, mannen. Dat is geen ja, getoom. ik zou het gelijk. Oh. Uh, voilà. we, we weten het beter dan Michel Lou Ja. Hans, wie mag het zijn voor u? Want inderdaad, uh, kleine jongens zitten daar niet tussen. Hè. Nee, ik denk haalbare kaart dan zie ik naar Rangers of PSV. Die Rangers die zijn 26 matchen ongeslagen zoiets uh, tot dusver. Uit ja, maar ik vond die nou ook niet. dinderen tegen ik, uh, ik, Die leken mij wel te pakken. Uh, dus, dus. Rangers of uh, P.S.V. als haalbare kaart. Uh, eigenlijk alles behalve Hoffenheim. Hoffenheim dat is zo saai. Echt, ja, iedereen ja. had die ook in Duitsland en terecht. Mm -hmm. Ik ben er al geweest, die speelt zelfs niet in Hoffenheim, omdat dat gehucht te klein is. Die spelen in ja. Sinsheim. En het enige dat je daar hebt is uh, het stadion en daarnaast het lucht, luchtvaartmuseum. En daar hey, de, een gigantische Concorde. Kennen toch een Concorde? Die mensen die teren ja, ja. nog op de Concorde. En je kunt er <laughs> in een Concorde gaan wandelen. Dus dat is alles Sorry. wat dat dorp heeft te bieden. Daar wilde die tegen spelen. Hè. Uh, Daarom dus... zit jij in deze podcast, Hans, voor dit soort verhalen. <laughs> Schitterend. Uh, alright. Um, ja, ik, ik weet het ook niet hoe ik... Uh, ik had, als er nu echt een kleine club zou tussen zitten, dan zou ik daarvoor hebben gekozen, want ik wil gewoon, ik wil gewoon de Europa League winnen. En, uh, en ja, voilà, dus dan moeten... Uh, gaan voor die kleintjes. Maar ja, uh, daar zit er ja. echt niet tussen. Uh, inderdaad, ik zou ook ja, een PSV of een, ja, je ja, moeten eruit kiezen, jongens Dat zijn echt allemaal goede ploegen. Eh, Zakelijks zouden ze grote... zo beneigd zijn om eruit te pikken, maar <laughs> dat is een valstrik. Dat is een talentenfabriek. Dat is nog een groter talentenfabriek van Ajax, want daar zijn ze zo wat op de sukkel. Maar het valt mij binnen, misschien Ajax. He? We hebben er nog een rekening mee openstaan. oh inderdaad. Van in... 1974. Uh, ja, Ajax, dus... Ik stel dat voor smaak. dat we die gewoon terugpakken. He? Oh, en uh, ja. als we toch voor een grote naam moeten gaan, is dan wie kiezen we dan? Oh, dan Zou ik wel voor United gaan ineens. En dat is zelfs ook niet volledig onhaalbaar, want die zijn ook niet. Uh, dat is vooral de naam dat daar groot is. Ja. En, ja. en die prestaties zijn wisselvallig. Ik zou Leicester ook wel leuk vinden eigenlijk. Zo. Ja. John, Johnny Evans nog eens op de boswal en uh, De Richie tegen zijn oude club. Dat zou. Ah, dat, er zitten wel wedstrijden waar daar een verhaal achter zit. En mm -hmm. Dat zou ik nog het mooiste vinden: een wedstrijd met een verhaal. Ja. Mm -hmm. Yes, we kijken er naar uit. Uh, jullie mogen ons altijd ook jullie favoriete lotingen doorsturen op Twitter of uh, via andere kanalen, uh, beste luisteraars. Um, we hadden al eens die teams van de week aangehaald daar straks. Uh, who scored is ook zo'n leuk medium. Ik denk dat die gewoon de, de databank van uh, Sofa. Uh, scoren gebruiken in dit geval. Die hebben 750.000 uh, volgers op Twitter. Ik raad het uh, u aan om ze ook te volgen. En die zitten in hun elftal van de groepsfase van de Europa League. Dus van al die 48 teams en al die zes matchen, uh, zowel Abdullah Sek als Richie de Laterin. Gablamo. Um, uh, ratings 7.4, dat is dus goed voor mensen die daar iets van, uh, uh, van kennen. Uh, alleen Dynamo Zagreb doet daar beter, die hebben drie spelers erin, wij hebben er twee spelers erin en dan zijn er nog wel opvulsel van Arsenal en van Napoli en van, van Milan en zo. Um, wel cool, wel cool dat wij ja. daar zo. Uh, van achteraf even. En uh... die twee gasten hebben we ons 25.000 euro gekost, hè? En samen, ja. Dat is uh, Ongelooflijk, hè? Dat is toch een de deal van ons leven dat wij daar gedaan hebben? Ja, dat ja. Is echt... want zo'n dingen spelen mee, hè, hoe dat je het of keert hè, in uw, uh, in, 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 op de transfermarkt. Hè. Want je noemt dat nu een site en die heeft zoveel duizend volgers en dat is allemaal wel prima, maar bon, uh, het is maar toe te voegen aan het dossier. Hè. Dat is een simplist. De markt ja, ja, van je speler gaat hem ook bij elke scheet laten, dus bij zoiets ook. Ja, dus dat is, uh, is top. Dubbel zonder dat Richie niet, die telde niet 100% mee als jeugdspeler, hè Hans? Jij wist daar meer van. Ja, die heeft maar twee seizoenen bij ons gezeten, hè? Dus mm. die is, uh pas op zijn 16 of 17 van zo Wilrijk naar ons gekomen en dan na twee seizoenen al naar Stoke gegaan, dus juist een jaartje te weinig. Nou, ja. zonde, maar uh, kijk toch uh, Apen trots op uh, heel de ploeg uh, voor ons ja. hier te brengen. We zullen eens dus, uh, naar de volgende match gaan kijken. Hè? Misschien eerst even een paar vragen van uh, luisteraars bekijken. Um, Cedric de Keulenaar, die uh, komt daar uit het niks met een vraag over uh, Miyoshi? Vinden jullie, en ik zal het aan jou stellen, virus, vinden jij dat Miyoshi voldoende uit de verf komt op de rechterflank? Ik ben zeker fan van Miyoshi, maar mij lijkt dat redelijk makkelijk te verdedigen op iemand die altijd naar binnen komt en maar één voet gebruikt, zoals Mourinho het zei, de, de left-footed Japanese player. Uh, <laughs> wat wat, wat vinden we, uh, virus, dat in op rechts uh, staat dat? Wacht hè, want dat is een beetje een dubbele vraag. Hè. Kunnen we daar makkelijk op verdedigen? Ik denk het niet, aangezien het niet altijd even goed lukt. Uh, mm -hmm. De doodtoner is dan om over Arjen Robben te beginnen, dat hij dit ook duizend keer hetzelfde en bleef lukken. Maar o, dat ja, Miyoshi zal, is, is, is toch ja, redelijk vaak gevaarlijk. Hè. Dus zo makkelijk om op te verdedigen, zal het dan toch niet zijn. Nee. Uh, komt hij daar voldoende uit de verf? Ja, hij is wel zo per ongeluk op die positie beland. Hè. Op het moment dat we met wat kwetsures zaten, en, uh, dat viel dan heel goed mee. Uh, Komt die, zit je misschien beter in de pocket, zoals dat dan heet? Dat kan, maar Refailov staat daar, begint er maar eens aan. Mm -hmm. uh, en zo, dus zolang hij goed bij blijft presteren, mag hij van mij blijven staan. En hij heeft met Bhutan meer dan een gezonde concurrent. Dus ik zie daar niet echt een probleem in. Ja. Nou, Hans, had jij er iets aan toe te voegen? Nee, ik wou een uh, Robbe-opmerking maken, maar. De fiets heeft het al gemaakt. En die zat al zo hard in mijn kop dat ik over niks anders meer heb nagedacht. Dus uh, okay. iets zinnig wat er niet uitkomen. Nee. Oké, okay. in dat geval uh, nog uh, een laatste vraag uh, van Tom van den Keibus. Um, die vraagt: uh, krijgt Lior één of twee gouden schoenen, Hans? Drie. Drie, minstens. Want op ene, op ene gouden schoen kunnen die staan. Het is daar. De... Oké, okay. drie gouden schoenen voor Leo Refailov. Ik, ik vind het wel opvallend. Uh, Allee, ik heb er juist, dan, toen ik die vraag zag, even gegoogeld, of gouden schoen. Uh, omdat ik, er stond mij zoiets voor dat jij al eens een keer gewonnen had, maar dat blijkt dus niet, niet zo te zijn. En wat ik redde op Google dan zo, hub, de laatste gepubliceerde artikels uh, die daar relevant aan zijn. Blijkbaar wordt jij nu echt wel opgevoerd als de favoriet uh, voor de gouden schoen en al interviews mee van. Hey, je, je speelt hier al tien jaar, maar je hebt hem nog niet gewonnen. Dat, dat, maakt, dat, dat baart mij zorgen, Virus. <laughs> nee, nee, het zijn dezelfde mensen die artikels schrijven die, die stemmen. Uh, onder andere, voor de duidelijkheid. Hè? Uh, ja. Op zich, het is, het is de laatste jaren zelden een verrassing wie de Gouden Schoen wint. Voor ons wel vorig jaar, omdat het altijd een Mokani mm. had moeten zijn. Maar ook toen was Van Aken de grote favoriet en dan wint hij ook. Omdat dat... Uh, ja. Dat is deels self-fulfilling. Het is ook een krant die het organiseert, uiteindelijk. En die stemming verloopt wel allemaal heel netjes en heel proper. Maar bon, ja... Uh, dat stuurt mensen, hè. Daarmee dat dat hoe ironisch dat daar ook klinkt belangrijk is om genoemd te worden. Het is pas mm -hmm. sinds een week of twee bijvoorbeeld dat er ook af en toe is een speler van Racing Genk genoemd wordt zo, hè? En, dan, mm -hmm. en, en dan gaan de Gent Watchers journalisten dat op de kaart zetten door vragen te gaan stellen aan van een brom, en die geeft dan een antwoord of dan die geven dan en dat, dat, dat creëert zichzelf die wolk of zo van favoriet zijn. Ja, uh, dat, is, ja dat is niet meer dat is niet gelijk een peiling dat ergens op gebaseerd is. Dat is puur nee. mist. Dat is heel raar. Dus eigenlijk, je wil eigenlijk zeggen dat hij, dat hij favoriet is, omdat wij hier al lang aan het zeggen zijn dat Raffaello van moet winnen? Nee, omdat er denk ik veel journalisten met hun zeg lijstje toch, bezig ja. zijn. Nee, nee. Er zijn gewoon veel journalisten met hun lijstje bezig en zijn mm. daarom een aantal figuren, en Raffaello zit daar ongetwijfeld bij, uh, nauw aan het volgen. En al eens aan het proberen te strikken voor een interview en in een, art, in een artikel daar een keer eens in een keer meer over pakken, denk ik. Ik denk dat dat goed is oh, okay. net. ja no. um, wie weet heeft Riemann uh, van Clubbrugge ook wel zo'n favoriete rol. Uh, Hans van Haken voor de derde keer, uh, zonder iets te presteren. Uh, het zou ze zo maar kunnen. Um, Die gouden pannenkoek. Dat, dat was mijn Bruggesje eigenlijk, naar Brugge. En Brugge, Brugge. <laughs> Druk op geen klote. Uh, het is een duel tussen nummer 4 en nummer 2, jongens. De zondag, half twee. Gaat daar maar aan staan. We spelen thuis. De virus zit in het commentatorkot, of niet? Ja. Omroepers. Ja. Het ja, dat is waar, dat is niet hetzelfde. Um, we staan momenteel vijf punten achter uh, op die uh, sympathieke heren en uh, zes op leider uh, Racing Genk. Ja, Hans, uitkijken naar, ja. aftellen naar. Ja, sowieso, hè. Come on, tegen die boeren, zit maar zeker. Ik heb een paar ja. weken terug op Instagram is, uh, een bericht gekregen van uh, een Brugge-supporter die iedere week naar ons luistert. Ik snap nog altijd niet waarom, maar ik denk dat hij nu misschien even moet afzetten. Want dat er niet de leukste momenten gaan aankomen voor die jongen. Maar dat, dat, is, dat is misschien die, wat was die, een Benauwer-virus uh, die nu die tickets op, uh, op net gefixt uh, je Een weet, bakker, een bakker had, Michel. Een bakker, sorry. is misschien een Dien, hè? dat is misschien <laughs> gewoon een superfan van jou. Ja, ja, maar Michel. hij stuurt naar mij. Dan moeten we nog naar de Vincent sturen. Hè? Nee, ik, van van ik bakker Michel. denk ze zijn wel te pakken, hè? Is, ja. zijn ze niet, zijn ze niet wonderbaarlijk aan het spelen. Ik denk... Uh, de dinsdag Nova Lang eruit gehaald. De Nova Lang een beetje kennende is hij er ook niet zo gelukkig mee. Dat zou wel eens uh, kunnen doorwegen. Ze hebben wel twee dagen voor ons gespeeld, maar ze zijn wel veel dieper moeten gaan. Mm. Dus allee, je begint zo in die, die kleine dingetjes iets te zoeken om nog meer kans te hebben. Maar ik denk sowieso, ja. als, we, als we op ons sterkste zijn, als we het spel kunnen spelen van tegen Tottenham thuis of in de bekerfinale, ja, come on, hè. Nou, want uh, dat mogen we wel zeggen. Um, uh, de voorbije seizoenen, of uh, mo moeilijk om dat in seizoenen uit te drukken met corona. Uh, vorig jaar uh, hebben wij... Van Brugge kunnen winnen, niet één keer, maar twee keer uh, in de competitie en natuurlijk glorieus in de bekerfinale. Oh, oh. Um, dus dat uh, houdt in dat van de laatste drie confrontaties met Brugge dat wij er twee gewonnen hebben. Uh, dus vorig jaar waren wij de enige denk ik die in de competitie van Brugge hebben uh, gewonnen. Ja. In Als ik mij niet vergis. Heel het seizoen, wij, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Manchester United. Dat that, that is al eens een snoemaasje, en dan <laughs> nog eens wij, hè? Niet vergeten. En dan nog dat is ook vorige seizoen, hè? <laughs> <laughs> maar dat al, ik denk wel dat dat ontkracht is uh, ondertussen, hè? We, was dat niet? Eerlijk in het begin van het, van het seizoen in de Frequent Paal podcast hebben we het er eens over gehad. En dan hadden we commentaar gekregen van: Ja, ja, op een bepaald moment was dat waar. Maar dan daarna heb je nog gespeeld tegen Huppel de Pup, en, uh. Ik geloof er niks van. In, in de competitie in de niet, denk ik. Nee, in de competitie, denk ik nee, nee, de competitie ja. zeker. Maar ja. ik denk dan ja, ja. Europees wellicht in de Europa League of zo. Dat ja, dat ja dat bij United ja. zijn die eruit gegaan. Uh, ja United misschien ja Met die heb ik genoemd nou, Dat kwam er nog bij klein ploegje oké okay, okay, dan, dan, dan hou ik mijn mond aan. hier kom modereren jij dan hè vriend pak het <laughs> over dat is dus voor binnenkort hè, dan, gaat er... dan, ga, dan ga ik iets schoon modereren ze mannen houden oh, we klaar de laatste kan de luisteraars gaan toch door krijgen maar uh, we, ja. gaan, we gaan we eens testen wat dat die mannen echt van de n kennen hè. <laughs> Maar uh, ja, daarover later uh, meer. Um, ik zal het nog maar even voortdoen. Um, ja, dus wij zijn uh, redelijk goed bezig tegen Brugge. Sinds onze rentree in 1A verloren wij ook nog niet van Brugge thuis. En we spelen zondag thuis. Uh, op Brugge hebben we wel altijd verloren. Uh, dat moeten we zo uh, achteraf bijzeggen. Um, ik heb dan ook even de odds gaan nakijken. Uh, en, en eigenlijk zijn er niet eens zo hard in ons uh, nadeel. Um, dus ja, op zich is het allemaal wel. Ik had verwacht dat we daar een underdog-rol zouden krijgen, uh, meer dan het geval was. Diata is hun topschutter, zes goals. Mbokani ook zes goals. Uh, daarachter bij ons Rafael of vijf goals, drie assists. Van Haken vijf goals, twee assists. Het zit allemaal wat tegen elkaar. Hè? Um, wat wel opvallend is, Virus, dat Brugge een, uh, ja, een sterke verdediging heeft. Sterkst van de reeks, zelfs elf goals. Geïncasseerd tot dusver, zes keer de nul gehouden. Op die 15 matchen. Dus het komt erop aan om daar een ja. gatje in te vinden. Hè? Ja, terwijl ik als ik uh, Brugge zie spelen, niet het idee heb van amai, dat is echt een ploeg die helemaal uh, die, die op slot zit van achter. Uh, veel minder nee. dan vorig seizoen. Vorig seizoen vond ik dat, leek me dat veel moeilijker scoren tegen Brugge dan, uh, dan dit jaar. Dus ik denk dat dat eerder misschien te maken heeft met de manier waarop ploegen tegen Brugge spelen, omdat ze toch. De voorbije jaren iets hebben opgebouwd dan, mm -hmm. dan echt die kwaliteiten dat daar, dat daar zitten of, de, of het vormpijl dat daar zit. Ja, Cle nou, Clema ziet er ook aan zijn tweede seizoen. Hè. Die heeft nog nooit een tweede ja. seizoen gedaan. Dus dat is altijd moeilijk. En Ze hebben daar de fout gemaakt om er één speler te gaan halen van de zomer. En de, de mode, allee, iedereen weet dat, dat voetbalmanager speelt, dat voetbal volgt. <laughs> een kampioenenploeg, die moeten verversen. Er moet vernieuwing ja. in komen, je mag nooit op je lauren rusten. Dus ja. uh, nee, ik, uh, ik zie het wel positief tegemoet. Ik, heb, ja. ik denk wel, wat ik wel een beetje mijn. wel, zit het is overdreven. wat ik wel zo ook heb van. Ik denk dat die spelersgroep heel hard opgenaaid gaat zijn. Om wat wij daarnet zeiden. Ze hebben die een beker van ons verloren. Terwijl ze graag die een dubbel wilden pakken. Ze zijn vorig seizoen in competitie maar van één ploeg verloren. En dat zijn ook wij. Uh, er, zat, er, zat, er zit al heel lang rivaliteit op bij de supporters. Ik denk bij het bestuur dat ook niet uh, dikke matties zijn. Maar bij de spelers ook steeds minder en minder. Hè. En, mm -hmm. en, en dat, dat, dat geeft wel een, nog een extra dimensie aan die wedstrijd. Ik denk dat wij vroeger veel meer inderdaad underdog waren. Uh, en, en we waren de kleine bullenbak die uitdaagde. Maar nu zitten we onze voet daar wel naast. En, en dat, dat geeft voor mij een heel nieuwe dimensie aan die match. Een, soort, een nieuw soort confrontatie tegen Brugge. No. dat heb ik gezien Over... Uh, <laughs> uh, over gesproken. Uh, onze Richie gaat er uh, niet bij zijn, helaas. En ik bedoel, Bulebakken natuurlijk positief, hè, want hij is een held. Maar uh, ja, geschorst na die belachelijke uh, gele ja. kaart uh, vorige wedstrijd. Uh, die gaan we wel missen, hè? Ja, ja, sowieso. Hè. De arbiter heeft wel sorry gezegd tijdens de rust. Dus, uh, ja, daar zijn we vet mee. Hè. Hij, nu is het allemaal opgelost. Hè. Nee, hij gaat het sowieso mm. missen. Dat is... Dat zijn de matchen waarvoor dat de Ritchie leeft. Die is goud in zo'n match. Hè. Ik weet nog vorig mm -hmm. seizoen, die tackle op uh, Percy Tauw, los op de bal. Maar dat is, ja, dat is de Ritchie. Hè. Wij, wij gaan dat meer op ons dak dan, dan mm -hmm. bij een doelpunt vaak. Hè. En, ja, we gaan hem missen. Maar ik, ik vond wel, dat Bizika heeft dat goed gedaan tegen Tottenham. Ik, ik vind niet dat hij iets valt te verwijten. Ja. Dus... Nou ja ik, ik wil het zien hè, met die drie anderen van achter en uh, het, uh, komt wel goed komt wel goed uh, wie dat er wel bij Gassen uh, Vier is, wat je er ruist al zei um, een vormer en van Auken, die zien uh, in antwerp niet graag komen de, de, meestal heeft de match tegen antwerp tot gevolg dat die voor de camera moeten gaan blijden uh, de, uh, achteraf uh, ja. niet in ja. het minst om uh, Omwille van Faris Haroun. En die is er terug bij. Die heeft trouwens, die heeft nu net zijn, zijn schorsingsdagje uitgezeten. Dus die is er terug op nul. En, en dat kan ook niet natuurlijk. Dus die gaat zo snel mogelijk terug op één willen gaan. <laughs> Ik denk elkaar. dat het wel gaat gebeuren, ja. En, eh, allee, de, manier, de manier waarop Haroon al een paar keer Van Haken uit de wedstrijd heeft gehouden, is, uh, is, al, is het hoofdargument om nooit meer op Van Haken te stemmen voor de Gouden Schoen. Eigenlijk. Dat, mm -hmm. dat, is, dat is bijna gênant. Uh, ja, bij Vormer, dat is, een ander, dat is een ander soort karakter, denk ik. Die heeft echt nog een rekening openstaan. Ik denk dat hij echt nog elke dag huilend wakker wordt van de Didier. Uh, dus <laughs> de, 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 ik denk dat die er iets pittiger gaat in staan. Dat je minder met schrik gaat komen dan de Van Haken, eigenlijk. Nou. right. Um, zijn er gasten waar wie dat beschikbaar moeten hebben bij Brugge? Aans? Nee. Duidelijk. <lacht> <Ja>. <lacht> wie, wie gaat er scoren voor ons, Pyrrhus? Uh, een Bokani. Dit wordt de ontploffing van een okay. Ja, Dat is wel zo'n ni match. Hè? Zo. Want uiteindelijk, ja. die een topschutter heeft ook nog maar zes doelpunten. Bij ons maken we er een heel spel van. Maar het zou zo typisch een bokani zijn. Van, ha. ik zal het eens tonen dat ik het nog kan zien. Die, die mm -hmm. pannenkoek daar op middenveld, die mannen een gouden schoen afgepakt. Uh, mm. <laughs> het is maar een dag vandaag. Hij heeft gerust ook, hè? dus het kan perfect. Hè? Dat is waar. Dat kan allemaal helpen. Uh, Raffaël ook een beetje rust gehad. Ja, er zijn zaken die uh, goede dingen voorspellen. Uh, we zullen zien. Uh, Hanske Porno, or, ik zal het uh, Hanske Prono ervan maken. Wat is uw pronostiek, jongen? <laughs> 5-0. 5-0. veris? 2-0. 2-0. Easy peasy. En een clean sheet voor uh, Jean Buté. Ja. Voor Berin we will see. Het programma daarna, om de Ben Jacobs helemaal tevreden te houden... Wacht, Maar jij hebt geen prono. Wat, lief? Ja. Terceroet. Ja, ik wil je een prono geven. Ik ga dan voor uh, of, uh, een 2-1. 2-1. Doe maar 2-1. Wij houden nooit een 0. Um, schrijf het op. Smet het in mijn gezicht achteraf. Doe er plezier mee. Het programma daarna, Ben Jacobs. Um, Zulte. Waasland. En dan terug op de 27e en dan een welverdiende winterstop. Dat mag je ja. wel eens een gasten. <laughs> oh Jesus, het is dat ja. seizoen. Ja, want nu ja. denk die Europese matchen zitten erop, maar de woensdag spelen wij terug, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja. En de winter speelt niet. Zulten speelt dit weekend niet. Uh, die, daar zit corona denk ik bij hun tegenstander. Is ja, open, bij Eupen. Eupen. Ja. Uh, dus die gaan fris, frisser zijn. Wij gaan waarschijnlijk wel diep gaan uh, zondag. Uh, dus dat is een klein dingetje. Maar het zijn de, dat is altijd gevaarlijk, maar zogenaamd haalbaardere wedstrijden. Hè? Mm -hmm. uh, dus dat zijn dan toch de wedstrijden dat je dan wel echt de breedte van je kern kunt gebruiken die nodig is. Ja, je kunt op een, uh, ik heb al op een briefje gegeven dat als stel, stel dat wij winnen van Brugge, ja. Uh, ja, garantie dat wij dan daarna verliezen van Zultenwagen, <laughs> <laughs> dat zie je zo van aan komen. Um, maar goed, dus uh, ja, nog drie matchen. Een beetje aftellen door de winterstop. Um, de 27e is de Schalwe. Vier matchen? Dan gaan ze vier vingers. In de lucht, Brugge, Brugge nog meetellen, hè? Ah ja, ja. tuurlijk. Ja, ja, dat ja, ja, is waar. Je hebt gelijk. Um, en dan daarna hervatten we met uh, terug in eerst Gent Antwerpen. Dus het is ook niet dat we daarna kunnen gaan rusten. Dus eigenlijk hebben we na Brugge twee haalbaardere tegenstanders. En dat is altijd gevaarlijk om te zeggen. En dan vliegen we er al terug in. Dus uh, ja. Um, ik denk dat we, dat we er zo wat in mannen. wil nog iets toe te voegen. Blijft. Uh, nee, stil. Dat maar nee, op zondag is en maandag. Mm. Ja? Oh. No. Nee, ja. ja we, we, we kunnen wel. Uh, uh, dat, dat is echt een zes match, dit. Hè, tegen Brugge. Dat, dat is het minste dat je kunt zeggen. Hè. We, we hebben eigenlijk door, door ons puntenverlies. Uh, vorige week uh, een beetje chance gehad met wel onze tegenstanders delen, dat we op die vierde mm -hmm. plek kunnen blijven, zijn kunnen blijven staan. Uh, maar maar uh, ja, nu nog eens verliezen, dan gaan we wel in klasse met een tiksje krijgen. Dus het is, het is wel een belangrijke match. Maar er speelden uh, er weer, weer veel onderlinge, want het is nu Genk Anderlicht en Dus uh, het is, het is zo... ah, ja. En Denk Gent tegenstaan daar, of... Wacht, ik heb hier een app open. Wacht ze. Gink uh, Anderlecht is nu bezig, inderdaad. En is 00 uh, na een half uur. Dan is er. Uh, Moest Kroon, groen. Uh, Beerschot, cirkelost Nee, zaterdag is geen dag, jongens. Die super nee, jongens het is supersom. Nee, het is. Ja, daar is het ja. inderdaad. En, uh, okay. ja, dus het ja. is, is zo wel de moment om iets in de stand te doen. Hè? Ja. Van mij mag het, boys. Uh, ik kijk er naar uit. Aftellen naar Brugge en dan... Uh Horen jullie ons wellicht uh, die maandag terug, of misschien die zondag, als we heel blij zijn. We uh, uh, will <laughs> see. Dat gaat, dat gaat echt het verschil maken: hè, of dat we winnen of verliezen. Ja, dat is. <laughs> Klein kleine, uh, blik achter de schermen, luisteraars. <laughs> Wij nemen op. een match, als we content zijn en anders niet. <laughs> ik, ik had gehoopt dat ze dat ondertussen al door hadden, maar ik weet niet hoe dat bij hmm. jullie zit. Maar hoeveel berichten dat ik gisteravond en vanmorgen kreeg, <laughs> waarom bleef de podcast. En uh, we zijn hier nog eens. Sas, een beetje geduld en masker. Echt hè? <laughs> Je gelijk. Een beetje respect voor de vierkante pal. Mannetjes, merci om mee te doen. Merci om te be uh, luisteren, beste luisteraars. vies en Virus, Hans Bressing. Yes. Zeg dag tegen de mensen. Thomas Slimbroek, salut. Doei. Vrienden en vijanden, tot snel.